Welkom bij Totobrunner, de laatste Skylander review aflevering 30. Vandaag review ik deze twee, maar deze heb ik een beetje verhaal. Ik had ooit op een koningsmarkt dit gekocht, maar hun hebben per ongeluk een verkeerde voetje aan mij gegeven. De verkeerde voet, onderkant. Nu ziet je een beetje, deze is een beetje zelfste voet. In de game doe ik alleen de hoofd laten zien. Zo ziet hij eruit. En dit is oorspronkelijk een water Skylander met een luchtvoet. En dit is een compleet 100% lucht Skylander. En deze zijn die en deze twee. Deze twee is ook samen met een paar afleveringen terug. Een swappers. Ja, dat ik laat even zien van wat ik bedoel. Deze twee. Deze 1,5. En zelfs al een beetje het idee als deze. Kijk, op. En. Zo. Te combineren. En dan kan je het in de game kan je gewoon makkelijker zo de voetdingetjes om te wisselen. En dat trek ik zo weer terug. Als je meer wil weten over deze karakter en deze. De linkje staat hier of in de beschrijving of in de playlist. Nu laat ik jullie zien hoe van deze twee in de game. En ik zie jullie zo terug in de game. Zo, nou zeg ik nieuw kaarten op de platform. Is deze. En even webcam goed laag zetten is. En de webcam wat lichter zetten. Oh. Zo. Zo, dit is de voorkant, bovenkant van, en de benen. Zo, nou, loop ik naar mijn battleplek toe. Klaar voor supersnelle avonturen op de Skylanders racebaan. Dreunend Hoopa Island. Zo. Heren en dames, maak u goed op. Nu. Zo. Verrassingsaanval. Zo, nou, nou doe ik even deze poppetje bijzetten. Dat is wat bij de gimmick van. Zo. Zo de. Oeh. Nou zet ik deze kapitein van de eerste first variant. Oh, ik heb een idee, beter idee.
Zo. Hier komt gedonder. Oh. Zo. Nee. Zo. Dan moet ik gewoon opgeven. Dan geef ik het op. Met deze karakters. Zo. Zo, nou dan ga ik heel even naar de verzameling toe om te laten zien hoe dit karakter heet. Is het Nightwatch Series? En nou, nou ga ik weer afvertoren dat ik weer door en af bij de box. In de witte doos. Als jullie leuk vinden, druk dan op like. Als je nieuw bent, druk dan op subscribe knop. En zo breng je subscribe met druk op de bel. En als je Discord hebt, join de Discord squad, de linkje in de beneden. En ik ben en dit is aflevering 30 voor. 30, of ben ik nog iets vergeten? Volgens mij wel. Nu nog eventjes de overzichtvideo. Dit zijn al heel mijn collectie van mijn Skylanders review, plus de alle voertuigen. Plus de alle voertuigen. En de poppetjes en accessoires. En daar is de kaarten. Zo, al deze poppetjes heb ik allemaal gehad voor de review. Zo, de. Dat was de review van de Tobroni. Zo, als je, oh ja, en ik heb ook nog 6 dubbele. Nog een paar dubbele. Ga ik nu laten zien wat ik van die dubbele. Dubbele Skylanders. En dan ga ik ook een vraag die ik ooit gehoord heb. Ga ik even antwoorden. Ja, dit zijn mijn Skylanders, dubbele Skylanders. En dit is ook een van de vragen die ik vaak gekomen ben. Hoe ik wanneer ik begonnen ben, dat weet ik even namelijk niet meer. En hoe ik aan mijn Skylanders komt. Eerst door Koningsmark, viewers en dan mijn werk en bij de winkel. En een tweede als gamewinkel bij mij in de buurt. En nu is echt, dit is Tobroon en ik zie jullie later in de volgende aflevering. En de volgende nieuwe aflevering van de Let's Play. Oh ja, en slecht nieuws. Ik moet de serie van Skylanders serie, die Let's Play serie, moet ik echt helemaal cancelen. Ik heb ontdekt dat de save-file is verdwenen is. En het is de Oberone en ik zie jullie in de volgende aflevering, nieuwe serie. Volgens mij een Fusion of Pokémon Fusion, Infamous Fusion. Of ik ga een nutslag doen met mijn Skylanders.